In deze maandelijkse serie kijk ik normaal naar een aandeel dat ik mogelijk interessant vind. Maar zoals ik ook al eerder heb aangegeven, is dat gewoon steeds lastiger om echt interessant gewaardeerde aandelen te vinden in de huidige omstandigheden, bij de huidige beurs en de waarderingen die we zien. Dus in deze video wil ik een aandeel gaan bekijken en dan juist de vraag stellen van, is het aandeel interessant bij de huidige koers? En het aandeel dat we vandaag gaan bekijken, het bedrijf is twee weken geleden nog gekomen met kwartaalcijfers, dus laten we die cijfers gaan bekijken om vervolgens het aandeel te gaan analyseren en een waardering te maken. En dus beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl waar we vandaag dus gaan kijken naar een nieuw aandeel voor deze maand. In de video van vorige maand, daar besprak ik Paypal. En met dat aandeel is het in één keer ja, een stuk minder gegaan, zien we wel de laatste maand. Want het aandeel staat inmiddels 33% lager dan wanneer we die video maakten, wanneer ik die video opnam. En in de reacties zag ik ook al wat mensen reageren van um, ja, het is wel een heel erg hoog PE ratio. Ik geloof het rond de 45 op dat moment. Dus mensen vonden dat ook zeker te hoog. Dat klopt inderdaad ook wel. Maar het is ook belangrijk om te kijken, niet op de korte termijn, maar juist ook naar een waardering op de lange termijn. En dat is eigenlijk wat ik deed met mijn waardering. Maar dan is het ook altijd wel interessant om te zien hoe verschillende mensen anders denken over hetzelfde aandeel. Dus laten we dat ook vooral hier gaan doen. En dus in deze video krijg je mijn visie, mijn mening en mijn waardering. Maar laat ook we vooral weten. Wat wat jij denkt van het aandeel en doe dat natuurlijk in de reacties onder de video. Maar dan komen we dus aan bij het aandeel van deze maand. En dat is Microsoft met ticker symbool MSFT. En ik heb het aandeel ook zelf in bezit. Het is in mijn tweede portfolio die ik gebruik voor de serie van 250 euro in de maand investeren. In dat portfolio heb ik één aandeel van Microsoft en daar sta ik nu ongeveer zo'n 36% bij in de plus. Maar laten we eens even gaan kijken naar de kwartaalcijfers. Zoals gezegd van twee weken geleden, 25 januari 2022 en zij hebben het al meteen over het tweede kwartaal. Dus bij hun loopt het boekjaar anders dan een kalenderjaar loopt. Altijd even belangrijk om dat ook te in je achterhoofd te houden. Gaan we dan even verder scrollen en pakken we even de samenvatting eruit? Dan zien we op verschillende onderdelen, de verschillende onderdelen zoals uh, productivity en business processes, de cloud en personal computing, zien we eigenlijk op alle drie de onderdelen een flinke groei. Die zien we hier en hier is het met, uh, met de valutakosten nog in rekening gehouden, maar in dat geval is het beide hetzelfde. Met zo'n 20% is het toegenomen naar 51,7 miljard omzet in één kwartaal. De uh, gross margin als percentage komt uit op 67%. De operating income als percentage komt uit op 43%. En dus weten ze op deze omzet een winst te boeken van 18,8 miljard, oftewel bijna 2,50 dollar per aandeel. Dat is ook 22% beter dan het uh, jaar geleden. Kijken we dan naar de volgende sheet, dan zien we hier wat. Uh, ja, kwartaalinformatie, onder andere de cloudinformatie die hier wel interessant is. Daar zien we dat die de laatste kwartalen telkens toeneemt van 16,7 miljard uh, een jaar geleden, dus eigenlijk naar 22,1 miljard nu, terwijl ze wel dezelfde uh, gross margin weten te houden. Soms 21 nu dus, of 71%, nu dus weer 70%. Je zou kunnen denken naarmate het groter wordt, Um, kan het misschien efficiënter kunnen de marges omhoog? Maar blijkbaar is dat niet het geval. En dat is op zich ook helemaal niet erg als je met percentages zoals 70 of 71 procent werkt. En niet alleen dat, dat die gross margin heel erg goed is met 70 of 71 procent, ook de. De toename van de omzet binnen deze sector binnen cloud is met 32% gewoon heel erg goed. Kijken we dan nog naar wat andere highlights, wat hoogtepunten. Uh, ze hebben in totaal bijna 11 miljard uh, teruggegeven aan aandeelhouders. Dat is meer dan 9% meer dan het jaar daarvoor. Dat doen ze op twee manieren. 6,2 miljard door het eigenlijk opkopen van eigen aandelen. Dus doordat er minder aandelen. Uh, uitgegeven zijn, is de winst die wordt verdeeld over minder aandelen. Dus per aandeel heb je meer winst, maar ze hebben ook dividend uitgekeerd met een waarde van in totaal 4,7 miljard. We zagen niet alleen zojuist de omzet toenemen, maar ook de kosten nemen toe met zo'n 14 procent. Dus gelukkig nemen de kosten minder hard toe dan de omzet. Dat is altijd positief. De uh, tax rate, de belasting is met 17%. Ze verwachten trouwens in de toekomst dat dit iets hoger gaat zijn de komende kwartalen. Ze hebben veel geïnvesteerd. De uh, capital expenditure is iets omhoog gegaan. En ook bij de free cash flow zien we wel dat er een verstijging is naar 8,6 miljard. Maar dat is eigenlijk 3%. Is op zich niet heel veel. Maar ze zeggen ook dit ja, is eigenlijk wel in lijn met wat we eerder al aangaven. Dat ze juist extra hebben geïnvesteerd. Onder andere juist in hun cloud business. Vervolgens zien we dan wederom de drie uh, sectoren eigenlijk waar ze bedrijven opdelen. Um, we zien hier heel veel informatie richting uh, bedrijven, richting de cloud of juist de persoonlijke dingen. Hier valt bijvoorbeeld de Xbox onder. Je ziet dat die bijvoorbeeld toeneemt en vooral in de volgende sheets zien we eigenlijk wel bijna continu overal een groei. Um, het gaat gewoon heel erg goed met Microsoft. Ze weten denk ik ook juist optimaal te profiteren van de crisis en eigenlijk ook al is dat wel een beetje voorbij. Mensen blijven gebruik maken van hun producten. Misschien zijn ze eraan gewend geraakt. Dat kan. Um, de cloud wordt natuurlijk steeds belangrijker. Er is steeds meer competitie, maar ook steeds meer bedrijven gaan er gebruik van maken. Dus het markt, de markt zelf groeit ook nog steeds. We zien hier dus inmiddels een 29% groei, of naar omzet zelfs een 26% groei. Um, best wel behoorlijk. En uiteindelijk zullen we hier ook nog de personal computing. Wat hier dan weer opvalt, is dat we twee kwartalen geleden juist een daling zagen van het Windows-gedeelte. Dat dat juist de laatste twee kwartalen weer heel erg goed is. Met eerst 10% ten opzichte van een jaar eerder. Gevolgd door 25% groei. Dus um, het was, denk ik, even een slecht kwartaal. En vervolgens komen we dan aan bij de bijlagen. En hier zitten al vooral de, uh, de financiële cijfers. Maar die gaan we zo meteen even op de website bekijken. En de reden dat ik dit aandeel Microsoft heb gekozen voor deze video is omdat ik zag dat het bij de Giro het meest verhandelde aandeel was in Finland. Je kunt af en toe per uh, ...land zien hoeveel het verhandeld wordt. We zien heel veel Tesla, maar dus ook Microsoft. Daarom vond ik dat interessant... ...omdat Tesla ook de kwartaalcijfers niet verwerkt zijn in de data. Dus dat komt misschien later. Maar de Giro is trouwens ook de broker die ik gebruik om te beleggen. En onder de video vind je een affiliate link om gratis een account te openen. En ze hebben op dit moment ook een actie voor nieuwe klanten. Dus profiteer daar zeker van als je nog geen account hebt... Gaan we even kijken naar wat analisten dan verwachten van het aandeel van Microsoft. Dan kijken we bij TipRanks, zien we 28 analisten met een gemiddeld koersdoel van 375 dollar, oftewel een upside van 22%. En kijken bij Seeking Alpha, daar zien we 47 analisten met een gemiddeld koersdoel van 373 dollar. En ook daar zien we dus een upside van 22%. En analisten zijn dus ja, zeer positief over het aandeel. Het gaat natuurlijk ook heel goed met het bedrijf, maar het is natuurlijk ook zo dat analisten uh, deze upside hebben omdat ze kijken naar de komende 12 maanden. Terwijl ik zelf natuurlijk ook wil kijken naar het aandeel van, is het op dit moment een koers die interessant is als ik ook het aandeel voor een langere tijd wil houden. En daarom is het heel belangrijk om juist een waardering te gaan maken. Dus laten we even overstappen naar beleggertools, juist om het aandeel te analyseren en vervolgens dus een waardering te maken. En laten we ten eerste altijd even gaan kijken naar vooral de checklist. Uh, vind ik vooral interessant om snel dus een beeld te krijgen van het bedrijf. Want we hebben nu wel zojuist al de kwartaalcijfer gezien. Maar ja, ik vind dit in ieder geval overzichtiger, persoonlijker. Wat dan vooral opvalt is een paar dingen. Uh, als het groen is, is dat eigenlijk positief. Dat is graag wat we willen zien. En wat rood is, is in dit geval het PE-ratio en de price-to-free cashflow. Dat zijn eigenlijk twee... Ratio's die te maken hebben met de waardering. Dus de waardering is eigenlijk hoger dan we zouden willen zien. Ik heb hem hier ingesteld op 20. Uh, dat kan juist ook te maken hebben omdat aandelen, uh, beleggers het heel graag zouden willen hebben het aandeel. En dat zien we eigenlijk ook wel waarom. Omdat ze juist in de laatste vijf jaar heel veel groei hebben gezien. De omzet is al bijna verdubbeld. De winst is bijna verdrievoudigd en ook de free cashflow is bijna verdubbeld. De netto winst komt uit op 38,5% heel erg goed. En ook als we kijken naar de schulden, die zijn heel erg laag. Dus het, aan de ene kant levert het heel veel op. Aan de andere kant hebben ze weinig schulden. Juist ook het schuldgedeelte is natuurlijk nu ook positief. Nu rentes dreigen te gaan stijgen. En wat we net ook al zagen in de... Kwartaalcijfers is dat ze een dividend uitkeren: 2,30 dollar komt op een dividend yield uit van 0,75 procent. En de jaarlijkse dividendgroei in de laatste vijf jaar komt uit op bijna 10 procent per jaar. Dus uh, ook als je ja, naar dividend kijkt, is dit een interessant aandeel omdat ze ten eerste uitkeren. Ten tweede hebben ze genoeg free cashflow om het uit te keren, maar 30 procent van de free cashflow gebruiken ze om dividend uit te keren. En ze hebben dus ook inderdaad nog ruimte genoeg als ze deze free zo weten vol te houden in ieder geval... om ook de komende jaren, als dit een gemiddelde is... wat ze ook eventueel de komende jaren dus nog kunnen blijven uitbreiden... dat er ieder jaar 10% bijvoorbeeld meer aan dividend wordt uitgekeerd. kijk dan even kort naar de cijfers... juist om een beetje te zien of het eigenlijk de groei die we straks zagen... of die al langer is, of die al meerdere jaren aan de gang is... Um, en misschien dat ik daar zelfs beter de grafieken voor kan kijken, omdat dat even weer inzichtelijker is. Hier zien we de koers, hier zien we een PE-ratio van ja, vaak wel de laatste tijd eigenlijk boven de 20... tot zelfs pieken van 34 en nu dus ook weer relatief hoog met 33. De omzet is hier in die grijze balken vanaf 2017 zien we eigenlijk ieder, ieder kwartaal eigenlijk wel een toename. En dat is dus positief, ook de winst stijgt mee... Naar ja, best wel behoorlijke bedragen de laatste kwartalen dus. De winst zien we hier nog een keer ingezoomd. Het eerste kwartaal was iets beter in hun boekjaar. Uh, het tweede kwartaal iets minder, maar altijd nog heel erg positief zie ik zo wel. En ook de marges die ze maken, uh, de gross margin, de marge, blijft erg hoog. Altijd zowel boven de 60 tot 70 procent uiteindelijk. En de winstmarge in het laagste geval. Net geen 30, een paar kwartalen geleden, maar sinds die tijd altijd eigenlijk al boven de 35. Dus ook wat betreft winstgevendheid zit het is gewoon heel erg goed met dit bedrijf. En kijken we ten naar de cash die ze hebben, dan zien we dat ze behoorlijk wat geld hebben. 132 miljard, ook wat schuld hebben ze, maar altijd nog een cashpositie uiteindelijk van 55 miljard. En ze hebben het natuurlijk ook wel nodig, want ze zijn dus van plan om uh, Activision Blizzard over te gaan nemen. En ik geloof zelfs voor een helemaal cash deal, dus um, ja... Dat is altijd makkelijk en juist geeft ze ook de gelegenheid natuurlijk, als ze dat geld hebben, om dat soort overnames te doen. En dan komen we aan tot de waardering van het aandeel. Ik heb het alvast ingevuld voor mijn situatie. Dit zijn mijn verwachtingen. En waarschijnlijk zal dus jouw waardering er anders uitzien. Omdat je andere verwachting hebt over de toekomst. Wil je zelf een waardering maken, maak dan gratis een account aan op beleggertools. Kijken we naar de omzetgroei, heb ik van 10 tot 14% per jaar gedaan. En dit is een analyse voor de komende 7 jaar. We zien de 10 is ongeveer het gemiddelde van de laatste 10 jaar. Het afgelopen jaar, of zelfs de laatste 5 jaar, groeide wel heel erg sterk. Maar er is natuurlijk de groei van corona meegenomen. Dus daarom ga ik zelf persoonlijk wat, wat lager zitten, van 10 tot 5, 14%. De netto winstmaat is eigenlijk hetzelfde, 27 tot 33, iets lager dan de meest recente cijfers. Dus het kan eigenlijk dan, als ze het zo weet vol te volhouden als het laatste jaar, eigenlijk alleen maar positief uitpakken. De free cashflow gaan we iets lager zetten, 22 tot 28. We zien al dat ze eigen aandelen opkopen, ongeveer 1% per jaar. Um, maar als het bedrijf verder groeit, de cashflow verbetert, zou het zomaar kunnen dat ze dit gaan verbeteren. Dus ik ben uitgegaan in het slechtste geval. Dat ze het niet meer opkopen. In het beste geval dat ze 2% van de aandelen per jaar opkopen. PE-ratio's in de toekomst zou ik het liefste bij dit soort groeipercentages zien tussen de 18 en 24. En hetzelfde geldt voor een free cashflow ratio. En zoals altijd een gewenst rendement van 10% per jaar. Omdat ik iets meer risico neem in een los aandeel. En een eindeloos groeipercentage van 3%. En dat ik denk dat na die 7 jaar Microsoft zeker nog wel blijft groeien nieuwe producten, nieuwe diensten die ze aanbieden. Als we dan klikken op analyseren en naar beneden scrollen, dan zien we eigenlijk maar in één situatie een positief uh, getal, een groen getal. Oftewel, dit bedrag ligt hoger dan de huidige koers. In alle andere gevallen zou de koers eerst moeten dalen om tot de prijs te komen die we zouden willen betalen. En het gemiddelde hier komt ongeveer uit 150, 240. Um, ja, net onder de 200 dollar. Dat is geloof ik ook wat ik heb betaald voor het aandeel, maar dat is alweer een jaar geleden dat ik het heb gekocht. Maar het geeft ook wel weer een beetje aan dat waarschijnlijk, als deze verwachtingen in ieder geval uitkomen, het aandeel overgewaardeerd is. Je kunt het ook heel snel bekijken door te zeggen, nou als de PE-ratio 20 is, dan is het nu de helft overgewaardeerd, oftewel, er moet een derde van af. En dat komt ongeveer wel overeen als we een derde afhalen van die 300 dollar die het op dit moment waard is als koers. Dan komen we ongeveer ook bij die 200 dollar uit. Dus dit is in ieder geval mijn verwachting, mijn waardering. En daarom breid ik het aandeel op dit moment ook niet uit. Juist omdat ik kijk voor de lange termijn ook. En dat is dan eigenlijk ook de conclusie of de samenvatting van deze video. Van dat we eigenlijk grote verschillen zien tussen wat analisten verwachten voor de koers de komende 12 maanden. Of waar ik het aandeel interessant zou vinden als ik ga kijken voor een langere periode. Je ziet dus een groot verschil tussen aandeel op korte termijn waarderen. Of het aandeel op lange termijn waarderen. En het heeft dan ook een behoorlijk verschil. Want aan de ene kant, de analisten zien een upside van 22%. Zelf zou ik de koers 33% willen zien dalen voordat ik het koop. En dat heeft dus vooral te maken met die PE-ratio, die nu wat ja, best wel hoog is met 32. Wat eigenlijk dus betekent, om het te kopen voor de lange termijn, moeten we wachten op een flinke correctie. Of dus eigenlijk een crash. ...zodat het aandeel weer ja, interessant geprijsd zal gaan zijn. Maar ja, dat is dus mijn mening, mijn visie of mijn verwachting... ...of hoe ik in ieder geval om zou gaan met het aandeel. Ik ben ook zeker benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt... ...en laat dat eens weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video... Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. En mocht je trouwens nog een interessant aandeel hebben wat ik de volgende maand kan behandelen, wat misschien wel interessant gewaardeerd is, laat dat ook zeker weten in de reacties onder deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.